De Fino en Finex getuigden van bepalende visie op natuur- en landschapsbeheer. Die rijksverantwoordelijkheid is recent grotendeels beëindigd. Ik ben polderwachter geworden omdat ik een voorkeur heb voor gras in plaats van bomen. Ik hou van uitzicht. Ik wil graag om me heen kijken. Nou, hierachter hebben ze ook natuur gemaakt door land af te graven. Toen ze daarmee bezig waren, kwamen ze er opeens achter dat oeverzwaluwen de bult hadden gevonden en daar hun nesten in aan het maken waren. En dat stond niet in de plannen. Dus een aantal maanden heeft het werk stilgelegen op een paar plekken, omdat daar opeens natuur zich had gevestigd die ze niet bedacht hadden. Ik denk dat ze nu blij zijn dat een discussie die heel lang gelopen heeft van waar dingen moeten en dat nu eindelijk zijn plek heeft gekregen. Dus het is aangelegd, het is in zekere zin klaar. Maar nu staat dus de opgave, hoe gaat dat zich houden? En gaat het zich vormen naar de plannen die gemaakt zijn? Wordt het die natuur die ze getekend hebben of gaan er toch andere dingen gebeuren?